Komt jullie nou zo laat? Waar komen jullie vandaan? En je moet ook nog zo ver ook. Waarom ben ik jullie zo laat? Hè? Wat? Botsing. Botsing? Echt waar? Had een botsing? En waar ergens? Bij, voor het stoplicht. Jullie stonden voor het stoplicht en er reed iemand achterop of... Ja? Oh, ben je niet, hoe heet het? Whiplash? Er zit iemand met medisch beroep, die heet van ver af al gezien Whiplash. Die heeft al gezien wat je hebt. Nee, Whiplash, dat krijg je morgen pas. Ik ga het vannacht overgeven en dan morgen... Dus dat... We kunnen vanavond nog gewoon plezier hebben, maar... Dat is dan wel de laatste avond van plezier, maar goed. Je kunt het maar gehad hebben. Hoe heet jij, meneer? Hoe, Chris? Chris, en hoe heet jij, die vrouw? Marielle. Marielle. En Chris en Marielle, zijn jullie niet geschrokken? Zijn jullie nou niet een beetje geschrokken? Valt mee. Want het was niet jouw schuld, ze stonden achterop, zijn ze op jou gereden. Je hebt gestopt voor groen, maar ja, dat moeten ze zelf weten. Ja, dat maakt me toch niks moeten zeggen. Heel goed. Nee, maar dan is het prima dat je te laat bent. Dat kan dan helemaal goed. Dat is helemaal niet erg. Nou, welkom, Chris en Marielle. Als ik moet overgeven, moet even voorzichtig naar de zijkant gaan, hè? Of als mijn kop eraf valt. Maar, dat kan allemaal gebeuren. Maar goed, waren we ook alweer? Wat? Waar waren we ook alweer? Ja, ik vroeg het echt serieus. Het was geen grapje.